Hoi, ik ben Robin van AA Creations en vandaag ga ik je een beetje wegwijs maken in DaVinci Resolve. Dus ik ga wat basisdingen behandelen, zoals het importeren van je video's, het maken van een tijdlijn, een beetje kleurcorrectie, een beetje knippen en plakken en het uitladen van je video. Laten we beginnen. Als je het programma opent, dan kom je in deze interface terecht en daar klikken we rechts onderaan. Op nieuw project en die geef ik een naam, in dit geval Marokko, omdat ik wat mooie shots in Marokko heb gemaakt. En dan kom je hier terecht en onderaan zie je een aantal dingen staan, zoals media, cut, edit, fusion, color, fairlight en deliver. En we beginnen bij het media gedeelte. En links in het media gedeelte, linksboven, daar kan je browsen naar waar je shots staan. Dus dat gaan we nu doen. En die kan je dan vervolgens allemaal selecteren met je muis en naar beneden slepen in je media pool. Dan vraagt hij of je de frame rate wil veranderen van het project. Dat zou ik wel doen, want dan krijgt hij dezelfde frame rate als de shots die je gemaakt hebt. Tenzij je allemaal verschillende frame rates hebt in je shots, maar dat raad ik sowieso af. Dus je hebt change. En dan ga ik hier meestal weg en dan ga ik naar het edit gedeelte. En dan zie je ook hier de media pool. En in dit stukje waar de shots nu staan, daar kun je ze ook importeren door op je rechtermuisknop te klikken. Je kunt ze ook rechtstreeks importeren vanuit je Finder of Verkenner, daar waar je mee werkt. En hier kan je bijvoorbeeld één shot naar beneden slepen, naar de tijdlijn. En dan creëert hij ook gelijk een tijdlijn. Dat zie je in de media pool, daar is een tijdlijn gecreëerd. Die geef ik gelijk een andere naam. Marokko Video. Je kan ook hier een tijdlijn creëren door met je rechtermuisknop timelines te klikken en create new timeline. Maar we hebben hem nu al, dus dat laten we even voor wat het is. Dit dingetje zet ik even op full screen. Hij stond net op split screen, daar kom ik nog op terug. Hier links onderaan zie je de rode streep. Dat is waar de video op dat moment is. En die kan je met je muis bewegen naar de plek waar je wilt zijn. En je kan ook hier op play drukken en natuurlijk ook op stop, maar ik gebruik meestal de spatiebalk om op play of op stop te drukken. Dat werkt een stukje sneller dan elke keer met je muis doorheen te bewegen. Dit shot hou ik heel even weg hier, want je kan ook als je dubbel klikt op een shot, dan komt hij in een preview window en dan kom je weer op dat dingetje met split screen. Nu heb je aan de linkerkant krijg je de preview van het shot wat in je mediapool zit. En aan de rechterkant krijg je te zien wat in je tijdlijn zit. En dat is nu zwart omdat ik net het shot eruit heb gehaald. Dat is handig omdat je nu aan de linkerkant een stukje kan afspelen. En kan gaan bepalen waar je het shot wil laten beginnen. Dat doe je door op I te drukken. Of waar je het shot laat eindigen. En dat doe je door op O te drukken. En dan kan je gewoon het shot naar beneden in de tijdlijn slepen. Precies dat stukje wat jij ongeveer wilde hebben. Dan gaan we naar het tweede shot. Daar komen deze vrouwen in beeld gelopen. Ook daar doe ik weer een I voor het inpunt. En een O voor het uitpunt. En die sleep ik naar beneden. En zo ga ik al mijn shots langs. Dus dit is een mooi shot van auto die langskomt in de woestijn. Hier druk ik op I. En als die voorbij is, dan druk ik op O. En ik sleep hem naar de tijdlijn. Nou, zo kan je dus alle shots doen. Aan de rechterkant zie je dus de tijdlijn afspelen. En dat zie je ook onderin. Nou, dan zet ik dat split screen weer even uit, want we hebben alle shots er nu in staan. En dan kan je nu volledig zien wat er in de tijdlijn gebeurt. Hier kan je met plus en min inzoomen op je tijdlijn. En onderin, met die grijze balk, kan je heen en weer gaan of heen en weer schuiven naar voor of naar achter. Je kan met de muis alles selecteren. En dan bijvoorbeeld het hele stuk naar rechts slepen. Dan kan je een shot tussenuit halen en die sleep je naar het begin waar je mee wil beginnen. En zo kan je een beetje gaan schikken. Hier kan je de preview in de tijdlijn even iets groter maken. Dan zie je alvast een beetje in de tijdlijn hoe de shots eruit zien. En dan begin ik met alle rijshots. Dus dan komt deze als tweede. Deze met de hooiwagen als derde. Zo kan je ze dus een beetje schikken. Als je ermee klaar bent, dan heb je een beetje een grove edit. En stel, ja, je wil eigenlijk toch niet al deze audio eronder, want het is allemaal
maar een beetje winterruis en autogeluiden. Dus die gaan we eruit halen, de audio, en vervangen door een muziekje. Maar als ik nu op dit shot klik en op delete druk, dan verwijdert hij het hele shot. Dus daarom moet ik hier op dit dingetje klikken. En daarmee is de video en de audio aan elkaar gelinkt. En als je dus het nog een keer klikt, dan zijn ze los van elkaar aan te klikken. Dus nu kan ik de audio selecteren en verwijderen. Of alle audio van alle shots en die verwijderen. En dan pak ik het muziekje en die sleep ik naar het audiospoor. Het begint best wel erg op te lijken al, hè? Nou vind ik dat het begin wel ietsjes langer mag met de auto voor de intro. Dus nu kan ik met de muis alles selecteren en naar rechts slepen. En als ik nu op de linkerkant van het shot ga staan, dan kan ik hem uitrekken. Nou, en dan zet ik alles weer terug. Het muziekje ook weer op zijn plaats. En nog een keertje kijken. Dat is wel leuk om er een tekst over te zetten, om je film te introduceren. Dus ik kies voor deze. Trouwens, die staat helemaal linksbovenaan bij effects. En dan zie je bij de toolbox zie je titles staan. En daar kan je dus kiezen uit allerlei verschillende titles. En deze sleep ik nu naar de tijdlijn op het videospoor nummer 2. En de tekst kan je veranderen hier aan de rechterkant. Bij video, en daar zie je sample tekst staan en die verander je dan in de tekst die je wil. En het lettertype kan je natuurlijk veranderen. Nou, ik kies er zomaar even eentje. En dan kan je hier bij settings kan je hem wat naar boven verplaatsen, zodat hij mooi in de lucht staat in dit geval. Nu is het tijd om de shots een beetje op de maat van de muziek te zetten. Dus ik selecteer het tweede shot en die sleep ik nu gewoon over het eerste shot heen. Zo simpel is dat. En de rest kan je zo aan laten sluiten. Nou, dit vind ik wel een mooi moment om het volgende shot in te starten. Dus ik zet de rode lijn op het punt waar ik het shot wil hebben. En ik pak alle shots en die sleep ik nu naar dat punt. Zo loop ik de hele video door. Tot ik hem wel lekker vind lopen. Nou, dan heb je hier de Eraser Tool. En met de Eraser Tool kan je je shots of je muziekje door midden knippen. En dan het voorste of het laatste gedeelte weghalen. Dus ik zet hier een knipje en het laatste stukje. Dan hou ik weg met de Delete knop. En nu is die mooi op maat gesneden. En heb je hier boven zo'n wit vierkantje bovenaan je audio track. En als ik die naar links sleep, maakt hij er een mooie fade-out van. En dat kan ook bij de video, dat hij mooi naar zwart gaat. Ik kan hem eventueel nog iets langer doen, dat hij mooi rustig uitfade. Nou, met diezelfde Eraser Tool kan je dus ook je video's knippen. En dan met de muis verslepen. Of gewoon weghalen. Daar kom je denk ik wel uit. En hier rechts heb je bij Inspector heb je allemaal dingetjes die je kan doen. Zoals inzoomen of je positie veranderen. Dat is wel mooi bij dit shot. En hier links zie je dan Transform. En dan kan je in je window kan je shot een beetje verplaatsen. Het volgende gedeelte is het kleurgedeelte. Dat ziet er misschien een beetje ingewikkeld uit, maar ik denk dat je er best vrij snel aan went. Ik zal een paar dingen laten zien. Je kan hier je shots aanklikken die je wil bewerken, die in je tijdlijn staan. Dus stel, we gaan het eerste shot werken. Dan kun je hier in de tijdlijn even een mooi plekje zoeken om te kijken van wat gebeurt er allemaal. Dan kan je bijvoorbeeld je cane omhoog doen, zodat die wat lichter wordt. Je kan je saturation en laag doen, dat hij zwart-wit wordt, of juist heel hoog, dat hij echt heel erg verzadigd raakt. Je schaduw erin of eruit.
je moet maar gewoon een beetje gaan spelen met al die wieltjes. Nou, hier hou ik de schaduw een beetje eruit. En je ziet hier de scopes. Daar kan je ook nog veranderen in waveform. Dat ken je misschien wel van je fototoestel. Maar ik laat hem altijd op parade staan. En ik zie hier dat hij een beetje tegen de top aan zit. Dus ik haal iets gain eruit, zodat hij net niet overbelicht raakt. En de temperatuur iets omhoog, zodat hij wat, ja, wat voller van kleur wordt. En hier kan je eventueel een curve erin zetten. Iets meer donker in het donkere gedeelte, iets meer licht in het lichte gedeelte. Nou, zo kun je al je shots bewandelen. En het volgende gedeelte is Fairlight. En Fairlight is daar waar je de muziek en de audio, eigenlijk vooral de audio doet. Hier kan je je tijdlijn zo aan de onderkant naar beneden slepen. En dan zie je de waveform van de muziek die in je video zit. Of van je voice-over of van gewoon sowieso het geluid onder je video. Zou je aan de rechterkant kan je allerlei dingen aanpassen, zoals je equalizer. Dan haal je de lage tonen er een beetje uit. Of je bent hem naar links, naar rechts. Of weer in het midden. Ook daar moet je maar gewoon een beetje mee gaan spelen. En ik vind dat het geluid iets hard staat bij deze video, dus die zet ik iets zachter. En dan kan je onderin kan je altijd weer terug naar een andere pagina, zoals het edit gedeelte of naar het kleurgedeelte. Ik kan altijd nog even wat veranderen als je wil. Je kan hierbovenin ook al die dingetjes uitklikken, zodat je wat meer fullscreen naar je video kunt kijken. Dus de mixer, de inspector, al die dingetjes, de media pool. En dan kan je nog even checken of alles klopt. En als je helemaal tevreden bent, dan ga je hier onderaan naar de laatste van het rijtje, de Deliver pagina. Nou, hier kan je links allerlei formats kiezen. H264 of YouTube video. Ik doe meestal gewoon H264. En dan geef je je video een naam. En je geeft aan waar die uiteindelijk moet komen. En dan kan je helemaal onderaan naar Add to Render Queue. Nou, dan klik je daarop en dan zie je aan de rechterkant dat hij als een render dingetje verschijnt. Job 1 noemt hij hem. En dan moet je drukken op Render All. En dan gaat hij hem uitladen. Vervolgens ga je dus naar de locatie die je hebt aangegeven. En als het goed is staat daar dan je video. Nou, zo te zien is het allemaal wel gelukt zo, dus missie geslaagd. Volgende keer ga ik iets dieper op de materie in, maar voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.